Bestaat er een specifiek geluksgen? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie denkt dat er zoiets bestaat als een geluksgen? Handen omhoog. Ach, gelukkig. Een paar mensen. Wie denkt dat hij gelukkig bedeeld is met zijn genen als het gaat om geluk? Nou, het bestaat niet, maar jullie zijn wel gelukkig bedeeld. Nou, dat is op zich een goede conclusie. Nou, we zijn die zoektocht begonnen. Als iets een erfelijke factor heeft, dan is het eigenlijk de logische volgende stap om te kijken van, nou ja, kunnen we uitzoeken waar dat dan zit op het DNA-materiaal? Nou, er zijn verschillende methoden van onderzoek en je hebt, zoals ik al zeg, daar DNA voor nodig. Nou, DNA is tegenwoordig heel makkelijk te verzamelen. Dus niet helemaal zoals in een CSI, maar wel een beetje. Je hebt namelijk een wattenstaafje. Gewoon standaard wattenstaafje, kan je ook gewoon bij iedere winkel kopen. En dat moet je door je mond halen. Een beetje in je linkerwang, rechterwang, onderlip, bovenlip. En dan heb je je DNA verzameld. Nou, ik zal het even voordoen. Nou ja, gek genoeg, het ziet er niet anders uit, maar dit bevat nu mijn DNA. Nou, dat moeten we dan meestal 2 dagen doen bij mensen, omdat we genoeg materiaal willen hebben. Maar dit wattenstaafje doen we vervolgens in een ander buisje. Daar zit een klein beetje vloeistof in, buffer, om het zo te houden zoals het is. En dat sturen we naar een laboratorium. En dan kunnen ze mijn DNA-profiel meten. Je kan het dagen laten liggen op kamertemperatuur, in de zon, in de regen. Er gebeurt helemaal niks meer mee. Dit is nu voorgoed mijn DNA. Die stop ik hierin. Daar zet ik even mijn naam op, omdat niet iemand anders met mijn DNA er vandoor gaat. En ik geef, dat is niet helemaal waar, maar nu om uit te leggen, geef ik een 6 aan mijn leven. Niet zo heel hoog. Oké, nou dan wil ik nog wat andere vrijwilligers. Hoe heet jij? Bart. Nou Bart, je weet het niet, maar jouw DNA zit hierin. Dus dat hebben we al verzameld. En ik weet ook hoe gelukkig je bent. Jij geeft een 8 aan je leven. En iemand aan deze kant. Nou ja, een tweeling, dat is wel leuk. Hoe heet jij? Thijs. Thijs. Gelukkig dat het wel een beetje goede Nederlandse namen zijn. Dat ik dat goed kan opschrijven. Thijs, heel erg fijn. Thijs, je geeft een 9 aan je leven. Nou, de eerste stap in geluksonderzoek om te kijken of genen daar een rol bij spelen, is niet dat we meteen op zoek gaan naar de locatie. Wat we eerst wilden weten, van als je nou het DNA-materiaal van 1 persoon neemt en je vergelijkt dat met DNA-materiaal van een andere persoon, lijkt dat dan meer op elkaar? Gewoon alles bij elkaar. Al je chromosomen bij elkaar. Nou, dat hebben we niet bij 3 mensen gedaan, maar dat hebben we bij meer dan 10.000 mensen gedaan. En wat we daarin zagen, is dat mensen die meer op elkaar lijken qua DNA, ook meer op elkaar lijken qua geluksgevoel. Dus Bart en Thijs, die hebben meer op elkaar lijkend DNA dan ik met deze mannen deel. Nou, dat ligt niet specifiek aan het feit dat ik een vrouw ben en zij mannen, maar ze hebben gewoon meer op elkaar lijkend DNA. Nou, dat was stap 1. Dat is baanbrekend resultaat, want we kunnen dus aantonen dat echt op moleculair genetisch niveau verschillen in geluk te vinden zijn. Nou ja, dan willen we verder. Dan willen we natuurlijk weten waar op het humane genoom zit dat. Waar op al die chromosomen die we hebben, zitten die verschillen in DNA. Nou, daarvoor hebben we eigenlijk de hele wereld afgezocht. Want dan moet je dat DNA-materiaal, wat ik hier net heb afgenomen bij mezelf, hebben van 100.000 mensen. En die moeten ook hebben geantwoord wat hun geluksgevoel is. Nou, hier zie je de wereldkaart en daar staan de groepen op die daar aan mee hebben gedaan. En sommige pinnetjes representeren meerdere groepen. Want we hebben in totaal 44 onderzoeksgroepen op de wereld gevonden die DNA-materiaal hadden en geluk gemeten hadden. Nou, die hebben we gevraagd om mee te doen. En wat die doen is dat die 2,2 miljoen genetische varianten per persoon hebben gemeten. Dus van 1 persoon hebben we 2,2 miljoen stukjes DNA gemeten. En die hebben gekeken of dat samenhangt met geluk op hun eigen laboratorium. Nadat ze dat gedaan hebben, hebben ze die gegevens allemaal opgestuurd naar een centraal punt en hebben we dat tegelijkertijd geanalyseerd. Nou, zo ziet dat er ongeveer uit. Je meet 2,2 miljoen genetische varianten in een individu. En als je dat onderzoek doet
met meer dan 300.000 mensen, dan hou je uiteindelijk nog maar heel erg weinig over wat er toe doet voor geluk. Het grootste deel van die genetische varianten, die lijken op dit moment niet belangrijk te zijn voor verschillen in geluk. We hebben er 3 kunnen identificeren die wel het verschil in geluk kunnen verklaren. En die 3 plekken, die zitten verspreid over het genoom van de mens. Want we hebben namelijk 23 paar chromosomen. En er zitten er 2 op chromosoom 5 en 1 op chromosoom 20. Nou, dit is heel grof weergegeven hoe het genoom van een persoon eruit ziet. Je hebt 23 paar chromosomen. 22 paar zijn je autosomen, zoals dat heet. En je hebt een X en een Y. Dat maakt je man of vrouw. En de nummertjes zijn eigenlijk heel erg simpel. De 1 zijn de grootste en de 22 is de kleinste. En op deze chromosomen die je hebt, kunnen we dus tegenwoordig tenminste al 2,2 miljoen puntjes meten. En kijken of daar verschillen in zitten. Nou, die hebben we gevonden op chromosoom 5 en chromosoom 20. En genen die je gevonden hebt, die komen voor in 2 verschillende varianten. En dat is, heb ik hier ook. 3 verschillende plekken. Een rondje, een vierkantje en een driehoekje, dat zijn de 3 verschillende plekken. En die komen allemaal in 2 verschillende varianten voor. Dus je hebt een rode en een groene in het rond. Je hebt een rode en een groene in het vierkant en een rode en een groene in het driehoek. Nou, ik gaf een 6 aan mijn leven. Dus waarschijnlijk zien mijn genetische varianten er zo uit. 3 keer rood, dat betekent niet zo heel veel positieve genen voor geluk. Nou, dan gaan we eerst naar Thijs. Die was heel gelukkig. En Thijs heeft 3 keer groen. Dus dat is heel fijn. Die heeft dus op diezelfde plekken als ik dezelfde genen zitten. Maar die heeft een andere variant van die genen. En de variant van Thijs die zorgt ervoor dat hij gelukkiger is dan ik ben. Nou Bart, dan zit jij ertussenin. En Bart scoort vrij hoog. En dat zien we ook in zijn DNA-materiaal. Bart heeft 2 groene en 1 rode. Dus die heeft 2 varianten die zijn geluksgevoel verhogen en 1 variant die dat niet doet. Dus dat is Bart. Nou, als je 3 verschillende locaties hebt op het humane genoom, met 2 verschillende varianten heb je 8 mogelijkheden. Nou, zijn er 8 mensen in de zaal die zich gelukkig mogen prijzen dat ze een envelop hebben gekregen. En de vraag is of ze die nu kunnen openmaken. Dat is spannend. Jullie wisten natuurlijk niet dat we jullie DNA hadden verzameld. Maar dat, als je uitkijkt bij CSRBM, dat kunnen we overal. Elke haar, ieder alles, daar zit je DNA aan. Dus dat hebben we toch gedaan. Nou, bekijk het even goed. Het zijn dus 3 varianten. Groen, rood, vierkant, driehoek en rond. Wie is de grote geluksvogel van de avond? Kan je eens even laten zien. Wat is jouw DNA? Alle 3 groen. Nou ja, dan zal jij hoog scoren op geluk. Dan is er ook iemand die een beetje pech heeft. Ja, 3 keer rood. Ik weet niet of je dat van jezelf wist, maar dat is dan nu toch uit het onderzoek gekomen. En al jullie allemaal zitten daartussenin. Maar er zijn allemaal verschillende mogelijkheden. Misschien kunnen jullie ze allemaal even omhoog houden. Dan zie je hoeveel verschillende mogelijkheden er te zijn. Op het moment dat je maar te maken hebt met 3 genen die een rol spelen bij geluk. Nou, jullie verschillen allemaal in geluksgevoel. Hoe meer groen, hoe hoger je scoort. En dit geeft ook meteen aan hoe complex het is. Heel veel genen spelen een rol bij geluk. We hebben er nu 3 kunnen identificeren. Dat is het begin van een hele lange zoektocht. Want als ik dit in perspectief plaats, deze 3 genen, die verklaren slechts 1% van de verschillen in geluksgevoel. 40% kwam door genetische verschillen. En we kunnen van die 40% pas 1% verklaren. Dus we zijn echt nog helemaal aan het begin van een hele lange weg. Maar er zijn andere aandoeningen, bijvoorbeeld schizofrenie of ADHD, waarvoor we meerdere genetische varianten kunnen vinden. En dat kunnen we ook gebruiken. Voor geluk is altijd de vraag van, ja, wat moet je nou met genetische informatie? Willen we dat iedereen gelukkig wordt? Willen we daaraan manipuleren? En dat is helemaal niet het doel. Het doel is eigenlijk om de mensen die niet zo gelukkig zijn te helpen. En niet door te gaan sleutelen aan hun DNA,
maar door hen beter te kunnen behandelen. Als we weten dat mensen van elkaar verschillen, dan kunnen we ze beter behandelen. Dat is voor depressie zo. Er zijn heel veel mensen die lijden aan depressieve gevoelens. En die krijgen nu allerlei therapieën waar ze misschien geen baat bij hebben. Medicatie, wat niet werkt. Als we kunnen vaststellen dat de een door zijn genetisch profiel een andere preventie of interventie moet hebben dan de ander, dan kunnen we daar heel veel mensen mee redden. Nog veel extremer als je kijkt naar het huidige onderzoek met genetica en kanker bijvoorbeeld, dan weten we inmiddels dat we niet meer alle medicatie aan alle mensen moeten geven. De bijwerkingen zijn van die aard dat je eigenlijk moet voorkomen dat je mensen medicijnen geeft waar ze geen baat bij hebben. En dat is waar genetisch onderzoek uiteindelijk toe leidt. En als wij met het geluksonderzoek de mensen die nu rond de 5,5 of de 6 scoren net wat kunnen opschuiven, net van dat randje kunnen halen, dan hebben we daar natuurlijk heel veel mee gewonnen. Dus het is niet het doel om van de 8 een 9 te maken, maar wel om van de 5 een 6 te maken en te zorgen dat die 6 er blijft. Nou, dan is natuurlijk de vraag 1% verklaarde variantie met DNA nu. Waar blijft dan die omgeving? Hoe werkt nou die omgeving samen met je genetische aanleg? En hoe kunnen we daar de antwoorden in vinden? Het is natuurlijk niet alleen maar je DNA wat ertoe doet. Het zijn ook omgevingsverschillen die de verandering maken. En over dat complexe samenspel van genen en omgeving ga ik het hebben in het volgende video.